Ja, weer natuurlijk naar de boer zoekt vrouw gekeken. Dat lammetje, hè? Waarom doet hij in godsnaam mee? Ja, want die loopt steeds maar te piepen en te zeuren. Ik weet het niet. En ik kan geen keuze maken. Oh, god, god, god. En die lammetje, die is al in het verleden een keertje teleurgesteld geweest in de liefde. Ha! Nou, dan ben je de enige. Ha! Kom op, zeg hé. Hey, dat gebeurt ons toch allemaal? Nou, en? En doe dan niet mee. Doe dan niet mee in dit programma. Ja, maar ik scherp mezelf af. Nou, weg ermee met dat lammetje. Helemaal geen zin in. Dan hebben we die gozer in Friesland, die boppen. Ja, maar daar heb ik het helemaal niet op. Op die boppen. Nee, ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon niet zo'n leuke gozer. En dan, wat gebeurt er nou? Gaan die twee vrouwen, die vonden hem gewoon hartstikke leuk. Schiet mij maar lek. Maar goed, dan heeft hij uiteindelijk die blonde genomen. Weet je, die boppen, die heeft de empathie van een vuilniszak. Dat is het gewoon. En daarom, nee, niks boppen. Dus gaan we gauw door, vrienden, naar Hans, naar Hinnik. En Hinnik, ja goed, Hinnik gaat geweldig. Ja, want Hinnik doet precies wat ik ook had gedaan in zijn geval. Ja, want Hinnik, die buurvrouw, dat moet hij gewoon helemaal vergeten. Gooi het achter je, Hinnik. En stort je helemaal op die Annette. En dat doet hij nou. En daar wordt hij waarschijnlijk heel erg gelukkig van. Ja, dan komen we natuurlijk bij die Rob en die kersenpit. Oh, dat is toch ook wat? Heb je gezien met de links, 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 rechts, rechts, rechts? Oh, die arme snollebolletjes. Ja, die moeten klachten indienen gewoon. Dat is toch heel erg. Maar wat gebeurt er nou? Hij heeft dus die krullenbol, die Sonja, die heeft hij weggestuurd. Ja, nou, die Sonja. En die Sonja, die was daar nog een beetje teleurgesteld over. Nou, lieve krullenbol, wees jij nou dolgelukkig. Wat een Houdini, wat een ontsnapping uit deze smoezelige wereld van de kersenpit. Wees jij nou blij, steek de vlag uit en begin een nieuw leven. En toen kwamen we bij een uiterst ongemakkelijk gesprek van kersenpit met Flirt. Ja, met die Wendy. Want die Flirt, die ziet het helemaal niet zitten. Want hij zegt, kijk, kersenpit, die zegt van, ja, oh nee, ja, ik voel vlinders. Dat moet een hele lelijke vlinders zijn, dat kan niet anders bij kersenpit. En daarna zegt zij tegen hem, zij zegt van, ja, maar ik heb nog niet wauw. Ik voel nog geen wauw. Ik heb nog geen zin om je te bespringen. Nou, dat zijn allemaal duidelijke teksten. Dat zou kersenpit aan het denken moeten zetten. Zo van, er wordt niks dan. Maar nee hoor, kersenpit zet vrolijk door met Flirt. En wij weten met z'n allen, dat wordt helemaal niks. En dan kom ik natuurlijk bij onze favoriet, bij Evert Koetjeboe. Koetjeboe, ah, hij is toch geweldig, Koetjeboe. Ja, want de dames zeggen, ja, hij is zo gesloten. Ja, dank je de koekoek. Ja, en toch, die Koetjeboe, die denkt alleen nog maar aan een zangcarrière, volgens mij. Want die gebruikt zijn stembanden gewoon nooit. Nee, dus Koetjeboe, die is dan, noemen zij dan gesloten, ja, dat is een walnoot. Oh, Koetjeboe is een walnoot, die moet je openkraken. Nou, die kraak je helemaal nooit open. Dus, wat gebeurt die Nens? Ja, die heeft me daar een heel ongemakkelijk gesprek met Koetjeboe. Maar waarschijnlijk gaat die Nens het misschien nog wel eens worden. Dat zou makkelijk kunnen. Dat Koetjeboe zich daar het meest bij op zijn gemak voelt. Maar vergeet even onze Mout niet, hè. Want onze Mout was weer geweldig aanwezig, vrienden. Oh, we hebben weer genoten van onze Mout. Want die ging een brief schrijven. Want onze Mout zei, ja, ik kan het niet zomaar tegen hem zeggen wat ik voel. Want ik ben hartstikke verliefd, zei ze. Ja, hou weer niet. Helemaal hartstikke verliefd. En Mout, die zette dat op papier. Want ze zei, ja, wat steek voor. Als ik het zo tegen hem zeg en ik kijk in de poppetjes van zijn ogen, dan krijg ik het warm. Ja, dan krijg je het warm. En dan spring ik van de hak op de tak. Dus zij ging een brief voorlezen waarin zij helemaal vertelde dat Koetjeboe een stevige, sterke man was. Waarin zij helemaal kon wegkruipen en waarin zij zich veilig ging voelen. En zij liet weten hoe verliefd ze was. Nou, en toen viel er dus werkelijk een enorme
Inderdaad. Een enorme stilte. Van hier tot in de lopen. En ja, en daar gingen we weer. Ja, want wat moeten we daar nou mee? Je zit daar gewoon een heel vreemd toneelstuk te kijken. Harold Pinter, die zou dat zo graag hebben opgeschreven, dit. Ach, wat is het mooi, vrienden, om hiernaar te kijken. Deze Maud met onze koetjeboel. En volgende week moet hij kiezen. En wij bidden en smeken met z'n allen dat hij toch nog Maud erin houdt.